Wiebe Heuvedij. Dat is Zweeds voor we hebben u nodig, kom alstublieft. Zweedse gemeente overspoelde vandaag de emigratiebeurs in Nieuwegein, want de dorpen in Zweden lopen leeg en er is dringend behoefte aan Nederlandse immigranten. Want die werken zo hard. Kijkt u naar een reportage van Monique Wijnands en Annefien van Uggelen. Als ons huis verkocht zou, ja. Het is niet zo dat we op stel op sprong weggaan, dat niet. Nee. Maar het kriebelt wel. Het kriebelt enorm, ja. Nederlanders zijn erg geïnteresseerd in de emigratie. Jaarlijks zie je een gemiddelde van 125.000 mensen die weggaan. En dit jaar hebben wij op onze website gezien dat er interesse nog verder toeneemt. We hebben een meting gedaan met februari vorig jaar en nu. En dan zien we dat er 40% meer kijkers op de website zijn. Dat is aanzienlijk. Dat is aanzienlijk, ja. Ja, er staan hier veel Zweden. Die maken ongeveer een derde van de beurs uit. En gezamenlijk staan hier ongeveer 80 dorpjes en steden en regio's. Maar waarom zijn zij zo in grote getalen uitgerukt? Ja, ze willen graag Nederlanders hebben. Ze zijn erg geliefd. Sweden is interesting of people in general, of course, to come to us and work when we need. And the crisis, financial crisis, is changing. The Dutch people are have quite easy to assimilate themselves to also the labor market in Sweden, and they have a good education, so they can easy get jobs when the crisis is changing. Een mooi land, genoeg werk en veel ruimte. Voor schrijfster Patricia van Tricht reden om in 2002 met haar gezin te verhuizen. Is het moeilijk in het begin om voet aan de grond te krijgen? Ja, zeker als je de taal niet goed beheerst. Dan moet je echt al moeite doen om de maatschappij binnen te komen. Om de nieuwe cultuur te begrijpen. Ze hebben andere feestdagen. Ze vieren het ook op een andere manier. Dus dat is wel moeilijk in het begin. Ja. Het is ook een gesloten cultuur, gesloten gemeenschap dan? In het begin wel. Ze kijken echt wel de kat uit de boom. Van wat willen ze, wat doen ze? Gaan ze ons dorp overnemen? Maar op een gegeven moment dan zien ze van, hé, het gaat iets opleveren. En dan staan ze toch heel erg open voor je. Dan tonen ze hun respect. Dan helpen ze je. Maar dat duurt even, ja. Alles wordt uit de kast getrokken om meer Nederlanders zoals Patricia naar Zweden te halen. Vooral jonge gezinnen zijn in trek. We have to remember that 2012 we're going to have a demographic change, and that's not only in Sweden, it's in Europe actually, and a lot of people are going out on pensions, and then we need the labor market needs a lot of young people and old people to come in, and that's why it's important to be and get contacts right now, because it's not so far away. And in what kind of sectors Dutch could get jobs? The technical sector we need right now, the healthcare sector in specialized healthcare educations. We have also in like CNC operators and also teachers, of course. Ook Marion Pieper trekt in 2002 naar Zweden. Ze wil een nieuw leven beginnen met haar vriendin. Toen kon ik snel werk krijgen. In de thuiszorg weliswaar, maar dat vond ik op dat moment helemaal geen probleem. Ik moest de taal nog leren en dat was voor mij ook een prima mogelijkheid om zeg maar de taal onder de knie te krijgen. En na ongeveer een jaar, toen wilde ik wat anders gaan doen en toen kwam ik in de problemen. Marion solliciteert veel, maar wordt nergens aangenomen. Noodgedwongen moet ze terug naar Nederland. Nou, in eerste instantie snap je daar natuurlijk helemaal niks van. Heb je zoiets van, hoe kan dat nou? En als je een beetje gaat graven op een gegeven moment, want je wilt toch weten waarom, dan kom je erachter uit programma's op de Zweedse televisie dat de werkloosheid in feite veel hoger is dan de cijfers weergeven. En dan praten we over een cijfer van ongeveer 20%. Het werkelijke percentage is dus ruim 20%. Is veel hoger, ja.
En dat heeft ermee te maken dat als je in Zweden meedoet aan allerlei programma's om aan het werk te komen. En andere mogelijkheid is dat je gaat studeren in Zweden omdat je werkloos bent. Die mensen worden allemaal niet meegeteld. En dat drukt het cijfer. We have quite a lot of jobs who are going around. About 1 million jobs are changing during 1 year, even though we are in a low crisis right now. Ziet u zichzelf al in Zweden over een paar jaar? Nee, helemaal niet. Dat is zeker een optie, ja. Ja. Mooi land, schoon, groot, ruimte. Dus goede sociale voorzieningen. En kwaliteit van leven. Dat is eigenlijk waar wij zeg maar naar op zoek zijn. Wij gaan naar Wermland in Zweden. En waarom daar? Mooi gebied, rust. En ja, gewoon goede levensomstandigheden. Beter dan in Nederland. Minder vol.